Welkom bij deze Big Truck Road Test. En ja, het jaar 2024 zet een beetje mager in qua testauto's. Er komt niet echt veel deze kant op. Voor het naseizoen zijn er wel een paar trucks gepland. En voor onze goede reden om eens even terug te grijpen op het verleden. We hebben namelijk deze prachtige DAF 3300 uit 1985. Een auto van Eva Wijk en in combinatie met onze Pacton testoplegger. 40 ton en ja, we gaan eens kijken wat deze auto eigenlijk doet op onze testroute. We beperken ons wel tot het vlakke gedeelte. En ja, ik ben heel benieuwd wat hij doet in vergelijking met de DAF XG480 die we eerder testen. Ja, qua slaapcabine, ja, ik zei het al, met dat hoge dak was dit voor die tijd een ongekende luxe. Hier boven zie je een opklapbaar of een neerklapbaar eigenlijk bovenbed. Ja, dat onderbed dat zat gewoon heel erg laag. En dat kon ook omdat er geen koelkast onder zat. Dat bed zelf is, ja, dat heeft van die opstaande kantjes. En ja, in die tijd wist je niet beter. Maar ja, ik moet zeggen, het is nog steeds prima natuurlijk. Het is een gezellig knus bruin huisje. Deze Space Cab moet ik zeggen. De Super Space Cab kwam natuurlijk veel later pas. Zo, schijfje ingevuld. Nu nog even lucht draaien, want ja, zo ging dat vroeger. Zo ging dat vroeger. En nu gaan we eens kijken of het schakelen nog niveleerd zijn. Maar volgens mij is het net als fietsen. Anders dan een automaatje. Maar het blijft toch leuk. En wat echt scheelt is dat dit al een gesynchroniseerde bak is. 4 plus 4 met een splitter.
toch wel genieten hoor, zo'n oude DAF. Handbakje erin, 16 stapjes. En, ja, als ik dan denk van na 1250 toeren doet hij wel, dan vraagt hij zelf om van joh, zou je niet een halfje eraf doen? Dus ja, het is echt hoogtoeriger dan we nu gewend zijn, veel hoogtoeriger. Ja, ik ben heel benieuwd wat het betekent aan brandstof aan het einde van de rit. Wat me wel opvalt, en dat was toen al een minpunt van de DAFjes, dat je zit eigenlijk de hele reis tegen je eigen zonneklep aan te kijken. Want dit is, let op, dit is wat ik zie.